Ik ben werkzaam bij de Landelijke Bijstandsorganisatie van de Koninklijke Marseille. Een van onze taakstellingen is mobiele eenheid en de andere is bewaken en beveiligen. Vandaag zijn wij in wezen voor de taakstelling bewaken en beveiligen. Goedendag mevrouw, meneer. Hey, staat u ook op de gastenlijst om dit gebied in te mogen? Heeft u voor mij een naam? Annie en? Serena. Annie en Serena. Yes. U mag doorrijden hoor, naar de controlepost. Ja. Oké, dankjewel. Als de persoon aankomt, dan doet hij zij de deuren open. Wij gaan kijken wat zich in het voertuig begeeft. De andere controlekoppel houdt zich bezig met het fouilleren van de personen zelf en het bevragen van deze persoon. De controlepost trekt veel aandacht van toeschouwers en buurtbewoners. Wij zijn op dat moment de verantwoording daar en het gezag. Dus op dat moment moet je ook anticiperen op buurtbewoners die vaak komen filmen en ja, vaak verhaal komen halen. En op dat moment kan het soms best verhitten in een discussie of in een woordenwisseling. U mag daar blijven staan, u mag demonstreren wat u wil, maar wel aan die kant. In een van de scenario's kan het voorkomen dat er een vuurgevecht ontstaat. Op dat moment moet je snel mogelijk dekking zoeken en het vuurgevecht aangaan op een defensieve manier. Terugvuren op de verdachte en de commandant in kennis stellen van het vuurgevecht. Ja, vandaag! Bom, bom! Bom! Allemaal! Op je buik liggen, nu! Armen spreiden! Je kunt niet als een Rambo tekeer gaan en het wapen gebruiken. Je moet echt weten waar je op schiet en weten wat je doet qua handelingen, zodat je een veilige werkomgeving kunt creëren. Het derde scenario speelde zich af in een woonwijk waar voertuigen rondreden. Een daarvan was een vuurwapengevaarlijke verdachte die wij moesten aanhouden. Alle inzittenden, handen uit het raam! Die spreekt ten eerste de verdachte duidelijk en kortkrachtig aan. Er zijn vuurwapens op jullie gericht. Bij iedere verdachte vrijgegeven zal er worden geschoten. Op dat moment ga je boeien en dan creëer je voor jezelf een veilige werkomgeving. Het oefenen van deze scenario's is super belangrijk, omdat onze taakstelling bewaken en beveiligen heel complex is. De mogelijkheid kan bestaan dat wij volgend jaar worden ingezet op de NAVO-top in Nederland. Wij willen daar graag gereed voor staan en is het belangrijk om nu alvast te trainen voor de toekomst. Naar rechts kijken. De dag is pas geslaagd als wij allemaal onze leerbehoeften hebben gehad. En op zo'n dag als vandaag is het maken van fouten niet erg. En op dat moment kunnen we daar alleen maar leerpunten uithalen en leerwinsten. En die zijn vandaag zeker gemaakt. En dan kunnen wij met een vertrouwd gevoel de straat op en onze opdracht uitvoeren.